Goedenavond, dit is het journaal van 7 uur met Jan Wickaus. Dit zijn de hoofdpunten. De inhuldiging van Paus Franciscus is voltrokken in Rome. Usain Bolt wint de Golden Athletic Meeting in Parijs. Er werd een lijk gevonden in Damme. De nieuwe paus werd 19 maart laatstleden ingehuldigd. Hij koos de naam Franciscus. Er waren vele staatshoofden aanwezig op het Sint-Pietersplein in Rome. Hij pleit voor de armoede in deze wereld en daarom was het volk zeer enthousiast. Usain Bolt wint de Golden Athletic Meeting in Parijs. Ondanks zijn valse start eerder op het jaar snelde hij als een gek over de racetrack. Hij deed dat in 13 seconden. Er werd een lijk gevonden in Damme, deelgemeente van Brugge, op de domicilie van de heer Vermast. Zijn dochtertje was in de zandbak aan het spelen en stuitte daar op een bot. Het forensisch onderzoek loopt nog steeds en we hebben een correspondente ter plaatse. Gereed, hoe loopt het onderzoek daar? Wel, Jan, ik ben hier dus momenteel op de plaats delict. En ik kan je dus bevestigen dat momenteel alle gemoederen terug zijn bedaard. Toen ik hier aankwam was het werkelijk één grote chaos, maar nu is alles terug rustig. De politie heeft het onderzoek geopend en momenteel worden de botten onderzocht door de gerechtsdokter. Ik heb hier bij mij hoofdinspecteur Pieter van In van de Brugse politie. Goedemorgen, meneer van In. Hoe denkt u dat de politie deze zaak het best kan oplossen? We zullen dus beginnen met de identificatie van het lijk. En wat houdt dit in en hoe gaat dit precies in zijn werk, Pieter? Dit gebeurt door de gerechtsdokter en aan de hand van de identificatie zullen we het lijk, of zullen we de dader beter opsporen. Hebt u al enig zicht op momenteel op mogelijke pistes ter oplossing van dit mysterie? Daar heb ik momenteel nog niets aan toe te voegen. Oké, ik dank u voor uw reactie en dan gaan we nu terug over naar de studio. Goedenavond, dit is het journaal van 7 uur met Jan Wickaus. Dit zijn de hoofdpunten. Familiedrama in Zottegem. 4 stormchasers werden dood teruggevonden in Uikelheuvel. En de zaak in verband met lijk in Damme werd opgelost. Afgelopen nacht heeft zich een ernstig familiedrama voorgedaan. Een man die het leed van zijn echtscheiding niet meer kon dragen, heeft zijn vrouw en 3 kinderen in brand gestoken. Hij wou zichzelf ook nog van het leven beroven, maar de politie was net op tijd ter plekke. In de Amerikaanse staat Oklahoma werden 4 stormchasers dood teruggevonden. Ze zijn waarschijnlijk door een orkaan 100 meter verder geslingerd en op de grond gekwakt. Ze waren op slag dood. De zaak in verband met het lijk gevonden in Damme is eindelijk opgelost. We hadden nu vorige week al gemeld dat de advocaat Yves Provoost vermoord was teruggevonden in zijn woning. Nu blijkt dat deze zaak ermee verband hield. De heer Provoost was immer betrokken bij seksparties die gehouden werden op de hoeve waar de botten teruggevonden werden. Nu blijkt dat het lijk, genaamd Danny Baert, gestorven is tijdens een uit de hand gelopen feestje. Voor verdere duiding gaan we rechtstreeks naar Gereed de Keizer die momenteel in Brugge is. Hallo Gereed, kan je even het verband tussen de zaken toevoegen? Hallo Jan, ik ben hier dus momenteel bij de Brugse politie. Ik kan jou dus bevestigen dat de volledige zaak nu is opgelost. De speurders zijn echter nog een andere zaak op het licht gekomen. Ze hebben namelijk gevonden en ontdekt dat onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Brijs, de vermoorde strafpleiter Yves Provoost en als laatste de heer William Aerts samen regelmatig duistere en illegale praktijken ondernamen. Daarnaast heeft men ontdekt dat het vermoorde lijk dus een gevolg is van deze illegale
feestjes en deze illegale gebeurtenissen. Ik heb hier bij mij commissaris Van In van de Brugse politie. Commissaris, klopt het dat deze drie figuren illegale zaken en duistere zaken ondernamen? Jawel. Kan u duiding geven welke zaken dit precies zijn? In het belang van het onderzoek kan ik daar niets over meenemen. Oké. Klopt het dat de heer Baert, dus het vermoorde slachtoffer, gestorven is als gevolg van deze duistere gebeurtenissen? Hij stootte zijn hoofd, stierf ter plekke en werd begraven in de tuin. Een vreselijke dood. Zijn alle schuldigen momenteel gearresteerd? De heer Aerts wordt verdacht van illegale praktijken en de heer Trevoost werd vermoord en de heer Vrees door zijn seksuele fantasie wordt vermoord. Ja. Oké, als laatste, de heer Trevoost werd dus vermoord. Waarom gebeurde dit? In welk kader gebeurde dit? Omwille van zijn geschiedenis en omwille van zijn zaakjes. Oké, dit was het. Jan, terug over naar de studio. Ja, hallo Jan, ik ben hier dus momenteel ter plaatse bij de Brugse. Eigenlijk feit is het zeer gemakkelijk. Oh, ja, goed. Wel, Jan, ik ben hier dus Hallo, Jan. Wacht. Ja, nee. Nee, wacht. Het is al bezig, hè.